De nieuwe EID's die zouden zo secuur zijn. Het hele systeem zou waterdicht zijn. Wat zien we? We krijgen een persbericht vanuit het Korps Politie Suriname die aangeeft dat een Chinees die op doorreis was, een paspoort en een nieuwe ID-kaart in handen heeft gehad. En nu is de politie bezig met een grootschalig onderzoek om na te gaan hoe dat allemaal heeft kunnen geschieden. En dit had parlementariër Edward Belfort al lang aangekaart in het parlement. Maar hij vond de EID's toen al niet secuur genoeg, niet waterdicht genoeg. Daarom geeft hij in een vraaggesprek met TBN Prime Alert aan dat in feite de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor-Salim, zijn portefeuille ter beschikking zal moeten stellen. Als ook de huidige minister van SOSAVO, toen fractieleider van de NDP, André Misikabam. Men wil mensen accommoderen, buitenlanders, om te stemmen voor de NDP. Vandaar dat de NDP nu al aangeeft dat zij de verkiezingen van 2020 zullen winnen. Dat is de reactie van Edward Belfort, ABOP parlementariër. En we voeren nu naar dit vraaggesprek. Ik heb toch gelijk aan mijn zijde gehad. Ik vind het jammer dat ik jeug omdat ik het gelijk aan mijn zijde heb. Maar jammer omdat bijkans $10 miljoen is uitgetrokken om dit project door te voeren. Ik heb hier een aantal zaken aangedragen om te zeggen, het is niet nodig op dit moment. Laten we met die oude ID-kaart werken. Dat geld kun je besteden in de medische sector om vaccins te kopen, om achterstanden te betalen, de medici, de ziekenhuizen, die tekort hebben aan medische verbruiksartikelen. Niets daarvan is gebeurd. Zoveel sociale instellingen hebben subsidie nodig. Dat geld is gewoon gebruikt om eigenlijk te laten frauderen. Dus dat ID-kaart, die e-ID-kaart is niet vervals. Maar heeft middels waarschijnlijk valse documenten die ID-kaart kunnen maken. Maar rijst gelijk bij mij de vraag, hoe is die man dan zo snel in het bezit gekomen van die kaart? Want normaal gesproken een Surinamer van Nikeri, van Saramaka, Coroni of Marowijne of Paramaribo, Wanika, noem maar op. Wanneer die kaart gaat aanmaken, moet hij minimaal 30 dagen wachten, een maand. Sommigen wachten 2-3 maanden al. Een kaart niet in orde. En die buitenlander, die Chinees, die komt 25 juni in het land, 25 van de 6e maand in het land. 27 had hij zijn paspoort, Surinaams paspoort, CARICOM paspoort en zijn EID-kaart. Dat hier de hemel werd ingeprezen door de coalitie, door de minister van Buitenlandse Zaken, dat het secuur is, dat het hele systeem secuur is, dat men niet zomaar aan die kaart zou kunnen komen. Zoveel heb ik hier aangedragen samen met andere parlementariërs om te zeggen, laat het oud systeem intact. Dat geld kun je beter kanaliseren naar andere gebieden waar middelen nodig zijn. Men had niet willen luisteren. Ik heb ook gezegd, ik heb een zwaar hoofd ervoor dat met dit systeem men gaat frauderen met de verkiezingen. En kijk, de verkiezingen zijn pakweg 7-8 maanden voor de deur en men heeft al gefraudeerd. Men laat buitenlanders komen. Niet zomaar heeft men visumplicht voor Servië en Rusland afgeschaft. Nee, met een bepaalde bedoeling heeft de NDP dat bewerkstelligd. Welke en bedoeling zou dat zijn? Dit is het voorbeeld. Dat buitenlanders vrijelijk kunnen komen. Je paspoort wordt al in orde gemaakt voordat je komt. En wanneer je bent gekomen, word je gestuurd naar een mobiele unit. Want ik wil wedden met u dat deze Chinees niet in de rij is gaan staan bij CBB. Want die Surinamers zouden gelijk zien van nee, deze man is een vreemdeling. Maar er is een mogelijkheid geschapen, want men heeft mobiele units toch. Kennelijk ergens worden die buitenlanders voorzien van in de gelegenheid gesteld om die EID-kaarten aan te maken. Nogmaals, die kaart is niet vervals. Men zegt documenten zijn vervals, naturalisatiedocumenten waarschijnlijk vervals, om aan te tonen dat die man Surinamer is.
Maar je zou kunnen vragen, een simpele vraag. Hoe lang is dit jaar? Dus je vertelt geen woord Surinaams. Geen woord Surinaams. En toch wordt die man in de gelegenheid gesteld om die kaart aan te maken. En zijn paspoort was al in orde gemaakt. Er is een, zeg maar, een bende gaande. Er is een systeem waarbij men gestructureerd deze mensen helpt aan een kaart. Dit is niet iets van even. Het is goed in elkaar gezet. En de politie zegt, is niet de eerste. Nu hebben we misschien 2, 3 al, of deze eerste al onderschept. Maar gelooft u mij, er zullen wel duizenden zijn. Duizenden Chinezen, duizenden Serviërs, duizenden Russen, duizenden Venezolanen. En daarom schreef de NDP, ik ga de verkiezingen weer winnen. Elke NDP'er schreef dat. Waarom? Ze weten dat ze met die ID-kaart gaan manipuleren. En met, ze hebben het hele systeem in handen. Het hele systeem is bemest door NDP'ers. Je hebt geen inzage in wat ze doen. Pas wanneer toevalligerwijs een politieambtenaar die man daar onderschept, kennelijk, heeft die man een paspoort overleg, een Surinaams paspoort. En in dat paspoort is een datum afgestempeld dat die politieman aan het onderzoeken heeft gezet. Van, hey, laat me verder vragen. Want je reist niet met je ID-kaart. En die politieman zal misschien aan die Chinezen hebben gevraagd, zij op IT. Kennelijk. En die Chinees toont die stukken, of misschien is een stukken in die kaart tevoorschijn gekomen. Waardoor die politie erachter is gekomen. Want als je weggaat, wordt je paspoort alleen gevraagd en paspoort ingestempeld en je moet je ticket hebben. Dan krijg je boarding pass als je via de controle bent gegaan. Dus bij inchecken, pap, krijg je boarding pass, stoel nummer zoveel, moet je zitten. Paspoort gegeven en je ticket. Klaar. Niemand vraagt naar ID-kaart. Dus de politieman, ik ben hem dankbaar dat hij verder is gegaan. Is het een man of een vrouw? In elk geval, de functionaris is goed bezig geweest. Dus er schuilt meer achter dit ding. In feite zou de minister van Sociale Zaken, van Binnenlandse Zaken, terstond zijn portefeuille moeten indienen. Maar is de man die hier, dat denk op hemelde, in hemelde, verhemelde, van hé, hey, is een goed systeem alles en al. Zelfs de voormalige fractieleider van de NDP, de minister van Sociale Zaken, zou terstond zijn portefeuille moeten inleveren. Want blijkt, Belfort die in de oppositie zit en gewaarschuwd had voor manipulatie van, dat, van die kaart, van het systeem, dat men zou kunnen inbreken in het systeem, heeft toch gelijk gehad. De minister zou terstond, minister Mike Noor Salim, zijn portefeuille moeten inleveren samen met de minister, de pas benoemde minister van Sociale Zaken. Want die twee hebben hier hoog van de toren geschreeuwd hoe goed het systeem was, hoe rechtvaardig het was om ID-kaarten in te voeren. Want bla bla bla, ons ID-kaart is niet beveiligd, is dit en dat, allerlei dingen, is verouderd, bla bla bla. Meneer Misikaba, als hij echt een geestelijke is, in hart en nieren een geestelijke, dan voor middernacht moet hij zijn portefeuille ter beschikking stellen. Want het ziet een geestelijke niet om voor jouw publiek te komen liegen en nu, laten we zeggen, bezijdens de waarheid te praten. Terwijl ik weet wat er kan gebeuren. Ik wist wat er zou kunnen gebeuren. Ik zat jaren bij de politie. Natuurlijk zeg je niet alles, want anders ga je bepaalde mensen in het crimineel circuit in die richting stimuleren. Maar dit had ik willen zeggen. Dit had ik willen zeggen. Wie weet of er ook ID-kaarten, die ID-kaarten in het buitenland worden aangemaakt. Wie weet. We weten het niet. Het systeem, het hele systeem is in handen van één partij. En dat is de paarse NDP. En dat is niet goed. Vanaf ze bezig zijn geweest om de mensen te bewegen richting de verkiezingen van 2015.
na de verkiezing hebben we toch gezien wat is gebeurd. Geen Dubai, Pinabai wel. Geen 18.000 woningen. Cassavefabriek is niet gedraaid. Trambaan van ergens naar nergens rijdt niet. Woningbouwfabriek functioneert niet. Flyovers zijn niet gekomen. Diepzeehaven niet gekomen. De koers is nimmer omlaag gebracht. De government take is nooit weggehaald. Integendeel, prijzen omhoog. Allerlei middelen ingevoerd. Belastingverhogende middelen. IBS-tarieven omhoog. SWM omhoog, telesuur omhoog. Gasprijs omhoog. Kookgas omhoog. Brandstof is bijna 7 SRD. Het is dezelfde Misikaba die schreeuwde. Olie zou worden gevonden voor de kust van Suriname. Dus olieprijs Osaka, olie dapé. Op podia schreeuwde hij. Alsof hij onder invloed was van bovennatuurlijke krachten. Hey. En nu. Elke Surinamer voelt het in zijn of haar zak. De jeugd voelt het. Kijk, collegegelden zijn ook verhoogd. Collegegelden zijn verhoogd. De schoolgelden hebben een andere naam gehad. Het heet nu materiële kosten en verhoogd. Dus deze mensen verdienen niet een derde kans. Met andere woorden, we moeten deze mensen wegstemmen. De NDP moet totaal weggestemd worden. Laatst is de VP toch ook uitgevaren tegen de welgestelde mannen als meneer Venetiaan, wijlen meneer Hildenberg, wijlen governor van de centrale. Zo laag is deze VP gevallen. Die tijdens meneer Venetiaan, tijdens wijlen meneer Telting, André Telting, governor van de centrale bank, vice-governor, wijlen minister van Financiën, Humphrey Hildenberg, was deze VP toch een schooljongen. Zijn hij toch in de schoolbanken? Dus hij moet stoppen met deze dingen. Suriname verdient een integere leider. Een visionaire leider. Een dienende leider. En dat ontbreekt er. Kijk, Dubai, zoals meneer Dubai zegt. We zouden in Dubai zijn, we zijn niet in Pinabai. Dubai heeft geen grondstoffen. Qatar heeft geen grondstoffen. Het zijn twee landen gesticht in een woestijn. Woestijn. Maar door integer leiderschap, door een dienende leider, een servant leader, hebben ze van hun land een ware paradijs gemaakt. Maleisië, Singapore, voorbeelden te over van servant leaders, visionaire leiders, dienende leiders naar de gemeenschap, die daar komen zitten met een visie. Een dienende leider is een leider, een servant leader is een leider die het land overneemt van een bepaald niveau en optilt naar een zekere hoogte. Zodat welvaart en welzijn beleven kan worden door zijn medemens. Hij dient zijn medemens. We hebben dat gezien in de Bijbel. Hoe Mozes zijn volk heeft geleid naar het beloofde land. Dienende leider. Maar een destructieve leider is een leider die eigenlijk daar komt zitten en alle geld van jou opmaakt. Van de centrale bank. Alle dekking van jouw munteenheid wegmaakt. Laat verdampen in de verdampingsoven. En aan het einde van de rit, dan wil zo'n destructieve leider weer komen zitten. En dan bedenkt hij ons, moesje. We hebben dat gezien. Sovjet-Unie. Lenin, Stalin, Mussolini van Italië, Hitler, enzovoorts. Dat die leider dan kort voor de verkiezingen denkt, hé, de komende verkiezing moet ik winnen. Ik moet iets bedenken om het volk afhankelijk te maken van mij. Dat betekent, ik moet ze pakketten en basiskaart geven. Terwijl kort tevoren hebben de mensen hier aan de Gemeenelaasweg jaren in de vroege ochtend, 2:00, 3:00 in de ochtend, die Nigerianen kwamen hier. Slecht ter been zijn de ouderen, gepensioneerden, zwangere vrouwen. In weer en wind. Zonder een dak, zonder sanitaire voorzieningen, zonder een stoel. Hier aan de Gemeenelaasweg. Ze kwamen met hun basiskaart, die aan vervanging toe was. En ze gingen weg zonder kaart. Want het heette,
We hebben je gescreend, dus wanneer je kaart had ingediend, ging je kaart door de screener zogenaamd, onder leiding van meneer Massé. Ik bespreek die man niet, hij deed zijn werk. Na die screening, dan ging je weg zonder kaart, want dan kreeg je de mededeling. Je kwam niet in aanmerking voor een kaart. Dus je ging met die kaart om die kaart te verlengen en daarna ging je zonder kaart. Betekent, men liet je aan je lot over. Nu. Die kaart komt naar je toe. Meneer Dubai heeft onlangs om de mensen te pakken, aan de centrale bank, een Basso-kaartafdeling geopend. Centrale markt bedoelt u? Ja, centrale markt. Onder de centrale markt. Een Basso-kaartafdeling daar geopend. Wat goed is, maar ik vraag me af, waarom nu? Waarom nu? Met de mededeling, screening komt achteraf. Luister niet goed. Je kan met je kaart gelijk verlengen. Screening komt achteraf. Wie houdt u voor de gek? En men zegt ook, als je dit aanmerken komt naar die screening, ga je voor de kosten opdraaien. Dus na 25 mei 2020, wanneer de paarse partij de verkiezingen zullen verliezen, gaat die mooie dingen zien. Gaat die mooie dingen zien. Ik waarschuw het Surinaams volk. Trap niet in deze dingen. Neem die pakketten, neem je Basso-kaart, maar stem nooit meer paars.